Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending. Vanmiddag, zaterdag 1 april, gaan we weer gezellig van start. Nou, het is geen grapje, het is wel 1 april, maar ik ben er wel echt. En we gaan ook gewoon echt gezellig een live doen. Ik ga vanmiddag aan de slag met ECD. Het is net van de week bij ons binnengekomen en wat ik er precies mee ga maken, dat weet ik nog niet. Dat zien we aan het einde van dit uurtje. In ieder geval gezellig dat jullie allemaal alweer binnenkomen stromen. Ik zie alweer diverse mensen, superleuk, gezellig. Ik hoop dat jullie weer tijd hebben en zin hebben in een gezellig kliedermiddagje. Of nou ja, kliederen. Vanmiddag ga ik dus gewoon met papiertjes aan de slag en wat het precies gaat worden, gaan we zien. Ik wacht even totdat jullie mij een beetje gevonden hebben. Laat ik zo even heel snel de collectie zien en dan gaan we de handjes laten wapperen. Afgelopen week heb ik niet zo heel veel kunnen knutselen en ik heb er gewoon weer zin in om even samen met jullie aan de slag te gaan. Ik hoop dat jullie het er ook weer zin in hebben. Nou, er zijn natuurlijk al 2 lives geweest vandaag. Eerlijk gezegd, ik heb ze beide niet gezien. Dus ik heb geen idee wat de dames gemaakt hebben. Maar ja, eigenlijk zijn het altijd wel leuke lives. Dus ik ga ervan uit dat er vanmorgen ook weer van allerlei leuks gemaakt is. Even een slokje drinken en dan... Denk ik dat de meesten er zo meteen wel zijn. Ook zie dat Rianne Levering er alweer is. Nou, toevallig was zij vanmorgen in de winkel. Eventjes gezellig aan het shoppen. Want ze was in de buurt een weekendje weg. En toen trof ik haar net. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk. Oh ja, Sabine die had inderdaad een folioalbum. Die ga ik ook nog even terugkijken. En vanmiddag was Corine er natuurlijk met Creative Craft Lab. Dus ja, weet je, de spulletjes zijn al leuk en een uurtje met elkaar is altijd ook leuk. Nou, ik ga van start. Er is een nieuwe collectie uitgekomen van ECD. En Rianne die zal daar ook nog wel een keer een live mee gaan doen. Maar ik had hem ook en ik denk, weet je... Ik ga hem gebruiken en dan echt op de Janine-stijl. En er zitten een aantal malletjes bij. Nou, dat zijn echte must-haves. Deze fancy florisjes. Nou ja, de voorbeelden op ECD die zijn allemaal een beetje in hun eigen stijl. Ik ga gewoon weer mijn eigen draaide aangeven. En kijk eens, deze swirls. Oh, die zijn toch te gaaf. Ook heel erg gaaf om dit met embossingpoeder te gaan doen. Ik vond ze gewoon briljant. Dus dat is echt een malletje wat ik wel heel veel zal gaan gebruiken. Nou, deze hoop ik vanmiddag ook te gaan gebruiken. Dit is de doily mal. Er zitten 2 grote doilies in. Ik zal even meten hoe groot ze ongeveer zijn. Het zal er ook wel op staan. Deze is 10 centimeter doorsnee. Nou, deze wil ik dus vanmiddag gaan gebruiken. Ik moet er nog even een paar stukjes uithalen, zie ik wel. Dat is me allemaal niet gelukt met voorbereiden. En we maken er gewoon een leuke, rustige middag van. Dit zijn de large doilies. En dan is er ook nog een setje met de small doilies. En die zijn 8 centimeter. Dus de ene zijn 10 en de andere zijn 8 centimeter. Dus dat zijn 2 soorten doilies. Dan zijn er wat leuke bloemetjes. De playful flowers en de stemmed flowers. Daar ga ik vanmiddag niet mee aan de slag. Die komen, of ja, misschien dat ik er wat blaadjes van ga gebruiken. Maar wellicht dat deze
niet aan de beurt komen. Of misschien deze. Die zou misschien nog wel eens kunnen. Gaan we straks nog zien. Dan hele leuke vogeltjes die je ook weer in kleur op kunt gaan bouwen. Dus de vogels kun je zelf helemaal opbouwen. Dan hebben we de randmalletjes. Waarschijnlijk ga ik die ook wel gebruiken. Nou, er zitten hele leuke randjes bij. Ik heb ze even uit kraft uitgestanst. Die passen namelijk heel mooi langs de rand van mijn kaart straks. Nou, dan zit er een postzegelmalletje zitten erbij. Die kan je in verschillende laagjes op gaan bouwen. 4 verschillende maatjes zitten erbij. Deze maat die komt bijna overeen met een ATC'tje. Alleen hij is net 3 of 4 millimeter korter. Maar ja, goed, weet je. Soms moet je ook niet zo moeilijk doen. Dan zijn er nog teksten. Die dus ook weer zeer geschikt zijn voor op de kaarten. En we hebben een layered honeybee. Die honingbij of de bij kun je dus gewoon opbouwen in allerlei kleurtjes. Daar zit dat honingraadje weer bij. Die gaan we vanmiddag ook gebruiken. En dan zijn er nog wat hele mooie stempels. En die ga ik ook gebruiken. Dus in ieder geval deze. Nou, ik heb het een en ander wel klaar liggen. Maar wat ik daar allemaal van ga gebruiken, weet ik nog niet. Het papier wat ik erbij ga gebruiken is de Reminiscence, de boek, deel 5. Want ja, dit is een beetje honeybee. En honeybee, dit papier heeft zulke gave kleuren daarvoor. Dat ik dacht van, deze ga ik lekker gebruiken. Ik ga gewoon beginnen met creatie 1. En wie weet, als ik een beetje doorwerk, dat ik nog wat extra's kan gebruiken. Of kan gaan maken. Maar we gaan het zien. Dit papier zit er altijd 2 keer in. 1 keer dun en dat is 120 grams. En 1 keer dik, dat is 250 grams. Ik heb dit design heb ik dus gebruikt. En dat wordt de basis van mijn kaart. Nou, ik leg dat aan de kanten en daar gaan we zo mee aan de start. Aan de slag. Om dit papier te gaan matten, heb ik het basispapier van de Bohemian gebruikt. 250 grams is dat. Dat is ietsjes dikker dan voorheen. En daar zitten hele mooie kleurtjes in. Die dus ook weer heel goed bij dit papier passen. Kijk, want ook die oranje had er ook heel goed bij gekund. Ik heb nu dan die gele gebruikt. En we gaan gewoon beginnen. Deze keer moet het een beetje een soort vintage kaart worden. Dus ik ga mijn randjes even met een paperdistresser uitmaken. En ik ga deze keer dan niet met gesso aan de slag. Maar ik ga met de walnutsteen aan de slag van de distress. Ik ga even alle papiertjes alvast met de distressen doen. Ik zal deze keer wat sneller doen, zodat jullie niet keilang hoeven te wachten. Maar ik heb gewoon niet de voorbereiding kunnen doen van tevoren. Dus we doen het gewoon vanmiddag allemaal ter plekke. Nou, het wordt gewoon een puzzelplaatje. Ik vond deze collectie gewoon zo leuk bijtjes. Ja, weet je, die doen het altijd goed. Dit is zo'n gedeelte van zo'n postkaart. Daar gaan we straks deze stempel op stempelen. Dat wordt het basisplaatje van mijn kaart. Deze hebben we denk ik ook nog even nodig. Even kijken. Hier heb ik ook nog wat strookjes.
Zijn jullie ook al druk aan het knutselen of kijken jullie alleen gezellig mee? Of misschien dat er bij jullie ook wel van alles op de knutseltafel nu ligt, dat je lekker met mij meeknutselt. Hoeft uiteraard niet met dezelfde spulletjes te zijn. Het kan met van alles en nog wat zijn. Ik had zin in mooi geel en groen. Ik denk, weet je, ik word er altijd wel blij van. Ik zag trouwens dat Rihanna ook al hele mooie creaties hiermee gemaakt had. En die had er ook volgens mij ook min of meer een soort ATC'tjes van gemaakt. Dus dat is natuurlijk ook super leuk. Nou, deze gedeeltes even allemaal weer distressen. Oh, plaatjes aan het knippen, knutselen tussen de lives door. Nou, super gezellig. Gisteren hebben we natuurlijk ook weer een hele leuke online workshop dag gehad. En mocht je het leuk vinden, er is dus weer een nieuwe datum geprikt. En die is zaterdag 12 mei, vrijdag 12 mei. En dan gaan we, we hebben het de Sunny Days genoemd. Maar je kan het gewoon weer in je eigen steltje maken. Vier leuke workshops kun je die dag weer volgen. Dus doe gezellig met ons mee als je dat leuk vindt. Dat zijn dan wel de betaalde workshops. De meeste lives doen we gratis. En dan af en toe een keer een betaalde workshop erbij. Zodat de dames daar ook weer ook af en toe even leuk een extraatje kunnen doen. Ik weet nog niet of ik dit allemaal ga gebruiken op mijn kaart. Of dat hij dan te vol wordt. Kan ook best zijn dat er dat ik wel wat meerdere projectjes hiervan ga maken. Maar ik moet eerst eventjes snel alles voorzien van een laagje bruin. Nou, super leuk dat jullie weer mee gaan doen met die besloten workshops. Ja, was ook een hele leuke grote groep gisteren. Nou, ik kon het deze keer even niet redden om een workshopje uit te werken. Maar voor de volgende keer ga ik ook proberen weer iets leuks uit te werken. Even kijken, ik zie iets over een babykaartje aan het maken, want er is een achternichtje geboren. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, babykaartjes maak ik ook eigenlijk veel te weinig. Is ook altijd wel leuk om te doen eigenlijk. Maar ja, wat is er niet leuk, hè? Nou, dit is misschien wel even wat saaier om te zien. Maar ja, goed, het hoort wel bij het proces. Want het gaat erom dat we een mooie kaart krijgen straks. Even kijken. Volgens mij mis ik een groen strookje. Of die komt zometeen nog tevoorschijn. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Dat die weer ergens onder ligt. Ik denk dat ik hier toch straks nog een klein stukje in ga scheuren. En dat ik er nog ook een beetje bruin nog weer achter ga doen. Ja. Deze basis is zometeen klaar. Ik ga er een soort staande kaart van maken. Want wellicht wil ik daar straks die randmalletjes nog bij gaan gebruiken. En ik heb dus een kaart gesneden. Die is 15 centimeter hoog. En dit strookje is 4 centimeter. 3 centimeter. Dus dit is in totaal 7 centimeter.
Deze is 15 centimeter, dus je gaat hem op 22 weer rillen. 3 centimeter erbij is 25. En 4 centimeter erbij is 29 centimeter. Dus hij is in totaal 15 bij 29. Nou, heel eerlijk gezegd, ik ben nog geen steek verder met het verhuizen, Joke. Want deze week was het in de winkel heel erg druk met allerlei, ja, de nasleep na vorige week van de demodag. En mijn moeder die lag helaas met corona en flinke griep en alles ook de hele week op bed. En zij moet me helpen met dozen sjouwen en spullen aangeven en dergelijke. Want alleen inpakken, dat gaat mij gewoon niet lukken. En deze week hebben we dus helemaal niks kunnen doen. Wie weet komende week. Ach, weet je. Het staat in het schuurtje en het komt vanzelf wel. En ik had eerlijk gezegd ook na de demodag ook totaal geen energie meer om nog weer met die dozen bezig te gaan. Nou, ik mis toch een groen strookje. Dus ik... Oh nee, die ligt aan de andere kant. Nee, dat is hem ook niet. Waar ben jij? Deze. Zo. Nou, dankjewel voor de beterschapswensen voor mama. Ze is, ja, helaas nog steeds goed ziek. Heel de week al. En ja, vanaf zondag. Eerst corona. En ja, weet je, na al die weken op de tenen lopen en de verhuizingen en alles. En dan, ja, dan hakte dat natuurlijk flink in. Dus ze moet maar gewoon even goed uitzieken. Ik ga deze ook ietsjes bruiner maken. En ik wilde eigenlijk een soort... Ik heb die ook uit het designpapier uitgestanst. En ik denk dat ik daar gewoon dit rondje weer in ga plakken straks. Ik wil hem namelijk toch graag dicht hebben. En hier komt straks mijn focal point op. Daar komt dat... Oh, wacht. Ik kan daar ook dat stempeltje nog weer op gaan doen. Dan hebben we gelijk ook een accessoire. Ik wilde ook nog wat meer groen op de achtergrond, dus die wilde ik daar gaan doen. Wat doen we nog meer? Want ik had van die leuke swirls. En ik heb ook nog wat leuke tulle. Dat kan er wel heel erg leuk achter. Deze mag schuin. Ik ga gewoon even een beetje weer puzzelen. Deze mag ook ietsjes donkerder qua kleur nog. Dan ga ik zo eens eerst even een beetje stempelen. Want ik wil ook op de achtergrond nog wat gaan stempelen. En als deze gesloten is, dan kan ik die swirl daar misschien wel heel leuk achter steken. En dan kan de eentje onderaan ook nog misschien. Even kijken hoe en wat, want daar kan ik ook misschien nog weer een gedeelte af gaan knippen. Merk al wel dat het kaartje van 15 centimeter eigenlijk te klein is voor wat ik wil. Nou, we gaan het zo meteen zien. Ik ga eerst even stempelen.
De inkpads van Studio Light kan je die daar ook voor gebruiken. Wel voor het maken van de achtergrondjes. Voor het licht te stempelen en voor het beinkten van de randen. Maar als je dat echt wilt gebruiken voor, voor teksten stempelen of dit soort dingen stempelen. Nee, dat zou ik niet doen, want dan vind ik dat er gewoon te weinig inkt eigenlijk in zit. Dan heb je gewoon net iets te weinig, houvast. Even kijken, wat ga ik doen? Wat is wijsheid? Want dit plakt nog wel een beetje. Ik ga er eventjes iets met een schuurpapiertje overheen. Want dan is die ergste plak er vanaf. En dan ga ik met de kleur Ground Espresso van de Distress. Ga ik deze stempelen. Dat is een mooie donkere bruine inkt. En dan hoop ik dat hij in één keer goed afdrukt. Mag nog iets donkerder. Kijk, dat is het voordeel van een stempelhulp. Dan kan je nog even een keer weer eroverheen. Kijk, dit is toch gaaf. Dan wil ik dat kleurtje ook nog heel iets langs de zijkanten erbij. Deze mag net iets donkerder en die komt dus hierop. Dat is de basis van mijn kaart. Die ga ik gelijk even schoonmaken. Alhoewel... Ik ga het eventjes anders doen. Ik had eerst een honingraadje hierop willen stempelen. Maar hoe gaaf is het? Ik ga het eventjes een gewoon wit papiertje pakken. Dat is makkelijker. Kijk, we gaan dat gewoon heel lichtjes, dit nog weer op de achtergrond stempelen. En dat kan ik ook gewoon doen door lekker met de hand te stempelen. Designpapier even nog weer een klein beetje bijwerken. Gaat er daar nog iets overheen. En daar. Nou, meer dan genoeg. Nou, met archival inkt krijg je wel altijd je stempels net ietsjes bruiner nog. Dat blijft er een beetje aan zitten. Maar ik vind dat niet zo erg. Een beetje honeycomb. Mag er ook nog bij. Zo. Dat gaat daarop. Even kijken. En die honeycomb. Die doen we ook hier nog weer iets overheen. Ja. Hartstikke leuk. Ik denk dat het voor dit ook heel eventjes zo laten. En dat we even verder kijken hoe we verder de opbouw gaan doen. En wie weet gaan we straks nog wel meer stempelen. In ieder geval komt deze hierop.
Nou, papier kwam dus allemaal uit die Reminiscence, de boek, deel 5. Een prachtig boekje. Die komt hierop. Dan deze plak ik nu gewoon vast. Die andere groene strookjes, die laat ik gewoon eventjes zo. Want als ik alles helemaal donker ga maken en met bruine inkt voorzie, dan wordt het wel heel erg donker misschien. En dat wilde ik ook weer niet. Misschien dat er straks nog wel een leuk lintje op gaat komen. Zou ook zomaar nog kunnen. You never know. Even kijken. Wel zorgen dat alles netjes recht en op de goede kant is. Dat ik het niet op de kop al plak. Even kijken. Dit gele strookje heb ik ook nog. Die plakken we hier weer op. Deze kunnen we ook op gaan plakken. Nou, een beetje laat. Nou, je kunt nog steeds gezellig aanschuiven. Ik ben gewoon een beetje aan het puzzelen en ik weet nog niet exact wat het gaat worden. We gaan het zien. Ik heb namelijk ook nog. Ik ga eerst even kijken of die randmalletjes, of dat leuk is om er die langs te gaan doen of niet. En welke we dan gaan kiezen. Ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Nou, die kunnen we ook gewoon weer ietsjes kleiner maken. Dan zijn ze ook geschikt voor een kaart van 15 centimeter. Moet ik alleen even kijken waar ik mijn schaartje heb. Je zou toch zeggen dat ik wel een schaartje moet hebben, maar heb ik ook wel. Nee, deze keer geen gesso, want dat vind ik dan bij zo'n vintage kaart weer niet passen. Deze knippen we gewoon eventjes af. Op dat formaat. En deze ook. Laat ik die ook maar gelijk even erachter plakken. Vast is vast, zeggen ze. Misschien dat we daar straks dan nog een leuk plakpareltje weer bij gaan doen. We hebben in ieder geval al een mooie basis voor de kaart, toch? Oeh. Wel netjes werken, Janina. Ja, deze collectie is echt, ben ik met je eens, Marjolein. Het is echt een hele leuke collectie. Ja, en ik hou wel van die bijtjes en die honingraadjes en dat soort dingen. Honingraadjes kun je ook overal zo leuk ter decoratie weer achterstoppen. Nou, dat is dat. En eerlijk gezegd weet ik nog niet helemaal wat ik verder wil. Ik heb uit dit setje, dat is de Layered Honeybee, heb ik ook nog het honingraadje uitgestanst.
En het is heel erg leuk om dat uit groen weer te gaan gebruiken. En ik heb deze keer groen gebruikt. En ik ga daarbij de sanding discs van Tim Holtz gebruiken. En ik heb ze gestanst uit dit papier. Dat is het Kraftstok Papercraft, de cool kleuren. Daarin zit groen, blauw, van allerlei leuke kleurtjes. En het leuke van dat papier, ik ga even deze dicht doen, is namelijk als je dat gaat schuren, dan komt de kraftkleur komt weer naar voren. Dus ik heb nu van die sanding discs, dat zijn schuur, soort schuurpapiertjes. En die kan je dus op je blending tool maken. Ik heb gewoon een tooltje van Studio Light nu. Maar je kan ook een tooltje gebruiken van Tim Holtz of iets dergelijks. Het past gewoon op de normale maat van die blendings. Die honingraadjes had ik eigenlijk bedacht om nog weer hierop te gaan maken. En die ga ik eventjes afknippen. En jullie raden vast al wel waar ik die mee vast ga maken. Namelijk met mijn niethang. Kijk. Dan hebben we daar een stukje honingraad. En ik wil dat ook aan deze kant. En dan gaan we gewoon het andere gedeelte op gebruiken. Ook weer even vastnieten. Ja, het kan ook met het schuurblokje van Joycrafts. Zeker, het kan met allerlei schuurmiddelen. Maar ik vind eerlijk gezegd, vind ik deze wel handig, wel fijn in de hand liggen. Ja, die van Tim Holtz, die niet-machine, die is gewoon echt onmisbaar. Nou, dan is het natuurlijk wel leuk om deze elementjes ook nog weer op te plakken. Die vallen er namelijk uit. En dan kunnen we wel op deze pagina een paar opplakken. Misschien ook maar eerst eventjes ietsjes schuren. Dat geeft dan wel weer het leukste effect. Nou, die ga ik ook eventjes even door de helft knippen. En die gaan we ook gewoon even opplakken. Even kijken. Daar gaat er een aan de zijkant komen. En eentje eronder. Is toch zonde om dit weg te gooien. Dat doen we toch niet? Daar mag er ook nog een komen. En een stukje erboven.
Of ga ik hem... Ik ga hem zo plakken. Ach, je moet toch wat te puzzelen hebben, hè? Het is ook zonde om dingen weg te gooien. Dat kunnen we gewoon niet. Deze komt dan daar weer tussen. Dan moet er bij deze ook eigenlijk onderaan nog ook weer twee stukjes van maken. Ik ben altijd iemand, dan moet alles in symmetrie. Als ik het aan de ene kant twee keer doe, moet het aan de andere kant ook twee keer. Beetje gekkigheid, maar ja, goed. Ja, niet-machine is gewoon echt een... Ja, ik vind het een leuke toevoeging op de kaart. Nou, deze ga ik vastplakken. Je mag gewoon niet meer bij op. Genoeg is genoeg, zeggen ze. Misschien straks nog een tekstje of zo, maar dat is het ook. Deze gaat hierop. Daar mag ook niet meer op. Zal ik deze ook maar gewoon vastplakken? Ja, gaan we doen. Eventueel, ja, kijk, dan denk ik alweer gelijk weer verder. Eventueel kan ik natuurlijk ook nog een stukje van een swirl of iets dergelijks daarop gaan maken. Maar ja. Laten we dat nog maar even niet doen. Even proberen een niet al te drukke kaart. Ja, wat al druk zat. Kijk. Dit is in ieder geval al de basis. Dit komt zo te staan. Dan gaat... deze hier weer tussen komen. Oh, ik vind hem wel leuk wat ik qua kleur moet ik zeggen. Dit was mijn focal point een beetje. Nou, dan kan hier misschien ook nog wel een gedeelte van dat honingraadje. Dat vind ik dan wel weer leuk. En deze kwam hier achter. Oh, keuzestress. Hoe gaan we nou alles erop krijgen? De basis van de kaart is 15 centimeter. Dus het is een kaart van, als je hem straks dichtvouwt, 15 bij 15 centimeter. Even kijken hoe en wat met die swirl. Oh, dat wordt nog een puzzeltje. Zo vind ik hem wel leuk, want hij mag wel iets daar overheen. En dan ga ik deze ook weer in tweeën knippen, want dan wil ik ook onderaan een stukje van dat honeycomb hebben. Daar een stukje. En hier komt dan nog een stukje achter. En ja, ik wilde... even kijken. Dit ter decoratie eronder. Ik vind het altijd leuk als er wat, ja, wat extra's op zit. En uiteraard moet er... Nee,
uiteraard. Nee, dat moet niet. Ik wilde er nog wel heel erg graag ook gewoon wat bloemetjes op maken. Dus gewoon wat oranjige bloemetjes. En ik moet even verzinnen hoe ik dat ga doen. Ik maak er in ieder geval nog even een strikje van tulle bij. Die wil ik dan hier onderaan. En ik heb bij JMA hebben wij hele mooie bloemetjes. Dit is de Flow 10. En volgens mij passen die qua kleur wel weer heel mooi hierbij. Er zit ook een hele mooie donkere in. Dat is eigenlijk ook weer exact wel de goede kleur. Dan kunnen er zoveel leuke bloemetjes bij. Oeh, keuzestress. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Want we kunnen ook een gedeelte van de swirl gaan gebruiken. Even kijken. Ik ga hier onderaan een dus wel even een klein beetje kort wieken. Dit is op 4 centimeter en daarna op 3 centimeter gerild. Dus 3 en 4 centimeter. Kijk, zie je die swirl, die kan je ook heel leuk ietsjes kort te maken, dan komt hij er net iets mooier uit. En dat ga ik met deze ook doen. Dan kan die hier mooi zo een beetje eronder uit. En daar ook nog iets, kijk. Ik vind het helemaal leuk. En ik denk dat ik hem gewoon op deze manier vast ga plakken. Zullen we dat doen? Wat vinden jullie ervan? Zullen we het zo vast gaan plakken? Dan slinger ik mijn lijmpistool aan. Even kijken. Wat zouden jullie? Zouden jullie nog een tekst erbij opdoen of niet? Gaan we dat doen? De tekst. Spring, sprang. We kunnen ook een tekst nog gaan stansen. Nou, dat ga ik zo nog even bedenken. Ik kan ook nog in plaats van licht tulle, kan ik ook nog donker tulle doen. Dat is misschien wel net zo leuk. Ik ga dat donkere tulle doen. Ik ga dat lichte hier op de achtergrond doen en het donkere op de voorgrond. We gaan het vastmaken. Gewoon niet langer nadenken, gewoon doen. Zo. Ja, weet je, het papier is gewoon al ontzettend mooi. En dan, ja, wil je het ook weer niet helemaal vol gaan plakken. En ik plak het al aardig vol. En als je, dat is gewoon, ja, op een gegeven moment moet je zeggen, stop. Nou, die producten wat ik nu gebruik, ga ik ook nog eventjes linken. Want ik wist natuurlijk nog niet precies wat ik wilde gaan gebruiken. Dus dat moet nog gebeuren. Nou, deze niet ik ook gewoon even vast. Oh, chips.
Mijn niet-machine is leeg en nu weet ik niet of ik nog wel extra nietjes heb. Of ik die voorraad hier heb liggen. Oh, dat is niet handig. Ik ga even spieken. Oh, dat zijn geen nietjes. Ja, ik heb ze. Gelukkig. Ja, er zitten echt van die hele leuke kleine nietjes in. Eventjes weer een nieuw voorraadje erin. Oeh. Luisteren. Hij doet het weer. Dat zijn de nietjes. Want ja, deze moet ik natuurlijk ook vastnieten. Want dat heb ik bij die andere ook gedaan. En als ik dan geen voorraad heb, dan ziet het er natuurlijk niet zo leuk uit. Ja, als ik de reacties allemaal niet meelees. Sorry mensen, maar dat lukt niet altijd om alles gelijk mee te lezen. Dus ik doe mijn best. Maar soms zit ik met mijn neus ook gewoon in andere dingen. En ik moest nu ook even bijvoorbeeld nietjes opzoeken en zo. En dan, ja, de reacties gaan dan zo snel, dan mis je nog wel eens wat. Eigenlijk is zonde om die achtergrond zo vol te plakken. Ik ga eens even bedenken of ik dat überhaupt nog wel ga doen. Of dat ik het toch nog anders ga doen. Ik ga nog even een keer weer brainstormen, dames. Misschien dat ik het ook wel op deze manier ga doen. Deze zo eronder. En dan hier toch het strikkie. Want dan blijft er wat meer over van de achtergrond. En dat ga ik doen. Ik ga deze met een... Oh nee, hoeft niet met tape vast. Kijk, zie je zo... Voordat je het dan vastplakt, kom je soms toch nog tot de ontdekking dat het op een andere manier nog net even wat leuker is. Ja, er zijn wel inderdaad gekleurde nietjes van Vazen Creative. Maar dus niet van, van Studio Light. Van Tim Holt zijn er geen kleine nietjes. Ik ga deze vastplakken met wat foamtape, zodat hij er wat hoger op ligt. Weet je, ik kan deze wel eventjes ook heel iets vastplakken. En die ga ik ook dan met foamtape opplakken. Ja, die middencirkel kan ik weglaten, maar dat wil ik juist niet. Je kan deze dus open laten of je kan hem dicht doen. En ik wil hem bij deze kaart wil ik hem graag een keer dicht hebben. Als je dat precies op het randje vastplakt, dan zitten dus beide
weer vast. Die ga ik hier vastplakken. Dan ga ik even kijken welke swirl ik achter mijn honeybee ga doen. Of dat het deze wordt. Of een andere kleine. Keuzestress. Keuzestress heet dat. Ik vind deze ook wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Ik denk dat ik dit ga doen. Ja, dat doen we gewoon. Dus deze ga ik hier vastplakken. Nou, gewoon even met een drupje van de lijm en daar ook. Dan zit het sowieso wel vast. Nou, deze kan er weer met foamtape bovenop. En die komt zo. Dan komt hier een leuk strikkie. Dan twijfel ik of ik daar nog een swirl achter ga doen. Ik ga het niet doen, want ik vind dat te druk worden. Ik ga de swirl daar niet meer bij doen. Deze komt wel daar. Wat je eventueel ook nog kan doen, is deze bij ook nog een keer weer stempelen en uitknippen en hierop gaan plakken. Maar ik denk niet dat ik dat in dit geval ga doen. Even kijken. Drie van die bloemetjes. Ja, dat is altijd het lastigste van als je het niet voorbereidt en je gaat ter plekke. Dan mis je soms ook net even wat, ja, voor de decoratie en de afwerking. En dan ben je gewoon een beetje aan het stoeien van, ja, wat ga je doen? Maar volgens mij moet ik het hier straks gewoon bij laten. Even kijken, ik ga deze even opplakken op de binnenkaart. Dan zetten we hem even rechtop en dan kijken we wat het eindresultaat is. En dan kijken we dan of er nog meer op moet of niet. Sowieso wil ik nog even spetteren. En deze keer niet met wit, maar met een zwart Posca. Daarbij. Ik vind de kleurtjes wel leuk geworden, moet ik zeggen. Gewoon even een keer een totaal andere kleurencombinatie weer dan, ja, wat jullie normaal van mij gewend zijn. En dat is juist wel het leuke, denk ik. Gewoon af en toe eventjes een keer uit je comfortzone gaan. Een Posca erbij. En zwarte spettetjes. Kijk, zie je, dat maakt het ook alweer af. Hier wat zwarte spettes. Nou, je kan ook zeggen van, ik wil die grote bij, wil ik uitstansen en die wil ik erbij doen. Kan natuurlijk ook. Klein beetje nog wat doedeltjes. Hier nog een paar doedeltjes. Nou, we hebben in ieder geval straks weer een mooie creatie klaar. We zijn weer lekker bezig geweest. Ik hoop tenminste dat jullie hem ook leuk vinden.
hebben toch een... Ja, volgens mij moeten we er niet meer aan gaan doen. Want ik denk dat hij dan veel te druk wordt. Er zit al genoeg leuks op om na te gaan kijken, vind ik. Dus ik denk dat ik het lekker hierbij ga laten. Ik ga hier ook nog een klein beetje een floralrandje doen. Zo. Dan denk ik dat ik het hierbij laat en dat ik gewoon een lekker weekend ga houden. Hoe vinden jullie dat? Klinkt voor mij wel als lekker. En ik denk dat ik gewoon dit zo laat. Ik vind hem gewoon echt, ja, ik vind hem leuk geworden. Gewoon een keer compleet wat anders weer dan wat jullie van mij gewend zijn. Maar ik ben er wel ontzettend blij mee. De producten ga ik dus nog eventjes voor jullie linken. Ik ga hier ook nog even gele plakpareltjes bij zoeken. Even de allerlaatste finishing touch. En verder laat ik hem. De Posca die ik nu gebruikt heb, dat is deze. Dat is de PC1MR. Dus vind die spettetjes er niet mooi op. Ja, dat kan. De een houdt er wel van, de ander niet. Ik hou wel van spetters. En ja, ik maak de kaart zoals ik het graag wil. Dus ja, je kan die gewoon achterwege laten. Dat is gewoon geen enkel probleem. In ieder geval, voor nu wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend verder. Maandagmiddag ben ik er weer. En dan ga ik iets maken met stempelen met de JMA stempels. Wat precies, weet ik niet. In ieder geval voor nu een heel fijn weekend. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!